Ja. Wel. Wat bijvoorbeeld een ding waar ik vooral in de vorige voorstelling ook op hamerde, was het feit dat mensen contact nemen met doden, met weet ik wie allemaal, op alle mogelijke technieken die er zijn. Ja? En een van de technieken die ze daarvoor gebruiken zijn pendels. En dat zat ook in de vorige voorstelling. En ik had het is mijn werk, Jan, dus ik wist dat je dat ging vragen. Dus ik heb een pendel meegebracht. Speciaal voor jou, een hele dure pendel. Die verkocht wordt in van die esoterische winkels. En daarmee kan iedereen eigenlijk pendelen. Ja, Thomas, ik heb voor jou ook een mee. Iets minder duur, een wc-ketting met een moer, maar dat werkt even goed. Dank u. Ja, maar ik heb mijn plek, geen probleem. Dat werkt even goed. Ja. En nu moet je eens gewoon... Ik ben helemaal behoorlijk zenuwachtig te voelen. Nou ja, ga door, sorry. Je hebt erom gevraagd, Jan. Ja, ja. Oké, hou hem stil. Dat is al moeilijk voor mij. Gewoon hou hem stil. En nu gewoon uw hand niet meer bewegen, maar kijk naar jouw pendel. Kijk naar die pendel en denk in uw gedachten dat je een kracht bezit die pendel kan doen slingeren. Kijk naar uw pendel, concentreer op die pendel en laat hem slingeren van links naar rechts. Laat hem gewoon slingeren van links. En je zal zien dat er beweging in komt. Hou het niet tegen, maar gewoon laat het gebeuren. En je zal merken een beetje, bij Thomas is het betrokken, bij jou ook. Tegen, maak hem groter en groter, groter en groter. Ja, maar dat komt toch niet door mijn gedachten? Dat ding doet dat. Mijn arm begint te trillen. Kijk, nou ja, oké. Je gaat zelfs in een cirkel. Ben ik toch goed? Hou je het al tegen, Jan? Jezus, ik doe niks. Jan, blijf kijken. En laat hem nu weer gewoon vooruit, achteruit gaan. Vooruit, achteruit. Kijk. Hey, maar dit is echt griezelig. Sorry, ik stop ermee. Dit is echt super eng.